Internationalisering voor de studenten van Suriname is een belangrijke stap naar een betere toekomst. Daarom werkt de Academie voor Hoger Kunst en Cultuuronderwijs, AHKCO, aan het internationaliseren van haar studies. Op dit moment is een afvaardiging van NHL Stenden Hogeschool uit Nederland in Suriname om in samenwerking met diverse hogescholen, met name AHKCO, IOL en COFAP, voorbereidingen te treffen voor een minorproject. Daarnaast worden concrete stappen genomen voor de ontwikkeling van de Master Social Work in Suriname met AHKCO. Directeur Jane Colliff Berggraaf zegt dat deze stap studenten de gelegenheid zal bieden zich verder te specialiseren waar nog niet mogelijk was. Zo hebben we ook thema's bedacht en ik mag u zeggen, de partners stonden er heel open voor. Thema's die leven binnen die samenleving, dat noem ik bijvoorbeeld welzijn en welvaart, opleiding en vorming. Er zijn dus thema's die dicht bij de doelgroepen liggen, dicht bij de Surinamers liggen. We hebben ook veel met elkaar gedeeld. Die openheid van zaken was goed. Omdat als we praten over Suriname, dat we toch wel alvast moeten nadenken. Hoe gaat een student om met vraagstukken die waarschijnlijk gevoelig liggen, maar dat toch belangrijk zijn en die mogelijke oplossingen kunnen brengen erin. De realiteit van de financiële uitdagingen heeft de delegatie geleid tot een gesprek met de directeur van het hoger onderwijs bij het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Hieruit is voortgevloeid dat wordt gekeken naar een plan waarbij de volgende stappen kunnen worden bepaald. Dus ik denk wel dat de basis voor de basiszaken aanwezig zijn. We zijn voorbereid. Ik pleit echter voor het veel meer met elkaar gaan optrekken, zodat we met een beter, laat me zeggen, dat moet zodanig verkocht worden aan de studenten dat ze ook begrijpen hoe belangrijk het is. En dat kunnen we echt met z'n allen bewerkstelligen, hoop ik zo.